Welkom op het Lisp dat aardig is volgelopen toch alweer voor wat de eigenlijke echte start van Lierse zou moeten worden in deze competitie. Nogal wat vers bloed aan de aftrap uiteraard bij Lierse. Van de 6 nieuwkomers staan er al 4 aan de aftrap. Dat zijn naast Wesley Sonck ook de nieuwe targetspitch, de Hongaar Kovac, en 2 centrale verdedigers, Van Doren en Notari. Bij Gent gooit Frankie Durie ook 2 van zijn 3 late transfers van beide aftrap in de strijd. Dat zijn de 2 vleugelbacks, op rechts de Kroaat Paric en op links de Braziliaan Wallace. En de scheidsrechter vanavond is de heer Christophe Virant. Hij komt uit Limburg. El Ganassi was er bijna mee weg. Die speelt vanaf rechts vandaag. Oeh, een misverstand daar bij Gent. Kovac, een beetje onhandig. De nieuwe Hongaarse spits. En zijn schot lijkt er nergens naar. Maar we weten alvast dat hij meedoet. Alsof Fifa op wandel. De Smet kan Koulibaly niet bij, maar het is wel 0-1. En dan heeft Soumahoro al gescoord. Na hoe lang is het? 6 minuten precies. En zo begint het toch weer slecht voor Lierse. Zo kijkt Lierse toch alweer heel erg snel tegen een achterstand aan. Alsof Fifa mocht daar even wandelen. Nauwelijks agressie. Positieve agressie dan. Nauwelijks druk op de man in balbezit. De Smet mag ook rustig voorzetten. Krijgt daar alle ruimte en tijd voor. En aan de tweede paal zijn ze dan ook nog een keer Soumahoro vergeten. De 10e minuut loopt bij deze hoekschop voor Lierse. Benjamin Nicaise gaat hem trappen. Hij doet het kort. Radzinski. Controle niet helemaal goed. De Kevi. Goeie streep. Jorgasovic bijna lossen. Thibaut lag op de loer. Maar dan had hij hem toch klem. Jorgasovic, eerste keer dat hij moet ingrijpen. Smolders, nu wordt er goed druk gezet. Nicaise. Smolders pakt hem vast. Balvoordeel, zegt Virant. Misschien komt er dadelijk nog een kaart. De Kevi, een streep. En zo heeft Jorgasovic toch ook al zijn werk gehad. We zitten op het half uur. Nicaise nog maar eens met een vrije trap voor Lierse. De Kevi. Wesley Sonck, daar is hij. En hij maakt zijn eerste goal. Jawel, Wesley Sonck. Iets meer dan een half uur heeft het geduurd voor hij bij zijn nieuwe club de weg naar de netten vond. Die bal van de Kevi, je verwachtte dat hij hem ging terug achteruit leggen. Maar nee, hij koos zelf voor de diepe bal. En niemand heeft Wesley Sonck in de gaten bij AA Gent. En dan kan je ook dit een verdedigersfout noemen. En zo hangen de bordjes opnieuw gelijk. Lierse toonde veel wil, veel moed, veel overgave sinds die 0-1 op het bord stond. En daar worden ze nu voor beloond. Wesley Sonck, hij kan het dus nog steeds, ook op zijn 32e. Hans Tveit, Baric mag even doorlopen. Alsof Fifa, Smolders, geen sprake van buitenspel. En dan is het 1-2 via Stijn de Smet. Ja, en dan pakt Lierse weer. Lullig een goal. Iedereen stond daar te zwaaien. Van dit is buitenspel, maar dat was het niet. En dan kon Stijn de Smet die bal daar aan de eerste paal binnen frommelen. Voorbij Kawashima. Smolders absoluut niet buitenspel. En dan Stijn de Smet met een handigheidje. Voorbij Kawashima. En zo scoort Gent dus aan 100%. Nicaise, nog iets meer dan 5 minuten tot aan de rust. En daar heb je Sonck weer met de kopbal. En dan moet Jorgasovic opnieuw zijn kunnen tonen. Op het stond alweer gelijk. Sonck. Radzinski. Davids, Radzinski. Kovac goed gelopen, geen buitenspel op Jorgasovic. En dan heeft die doelman van AA Gent toch al ontzettend veel werk gehad eigenlijk in deze eerste helft. En dan verdient Lierse het om op zijn minst gelijk te staan. Hoekschop AA Gent in de slotfase van deze boeiende eerste helft. Alsof Fifa eerste paal.
Koulibaly kwam er niet aan en ook Hans Tveit niet. Hier is El Ghanassi. Daar is Hans Tveit alleen en daar is ook Koulibaly. En zo was het IJzona ook nog 1-3 geworden. Dat zou pas onrechtvaardig geweest zijn. Ja, slimme poging van El Ghanassi. Wat scheelt het applaus van Azov Feifa en van Smulders voor die poging van hun ploegmaat. Hij mist het kader maar net. En zo komt Lierse en Kawashima opnieuw goed weg. En zo werkt Gent dus niet meer aan 100% af bij deze. We zitten in de toegevoegde tijd van deze boeiende eerste helft. Nog een kopbal van Gunter Thibaut. Die waait een eind naast de goal van Jorgasevic. En zo gaan we hier rusten bij 1-2 voor Gent. Maar een gelijke stand was correcter geweest. Soumaoro. Dat is geen slechte voorzet. Koulibaly. Oeh, wat mist hij daar. Dit had hem weer al kunnen zijn, de 1-3. Derde minuut, tweede helft. El Ghanassi nog. Stiften. En dan Kawashima. Nog eens kijken. Soumaoro, uitstekende voorzet. En dan mist hij compleet die bal, Koulibaly. Had hem maar binnen te duwen. Gaka, net ingekomen op de rechtsachter. Nieke Heijzen. Ja, leek te gaan uithalen. Nu dan met zijn linker. Niet slecht. De eerste dreiging van Lierse. In de tweede helft al meer dan een kwartier is die bezig. En de thuisploeg heeft moeite om de motor weer op gang te krijgen. Radzinski, handigheid. Nikijzen, die nu aanvoerder is geworden. Hij gebruikt daar zijn elleboog in dat duel met El Ghanassi. En knalt dan tegen Azov Feifa aan, die hem daar even gaat vertellen. Of gaat vragen waarom die elleboog. Hier gaat hij voorbij, El Ghanassi, Nikijzen. En dan zet hij de elleboog op de kin. Virant heeft dat niet gezien. Anteunis wel, maar die gaat het uiteraard niet vertellen. El Ghabas krijgt die bal bij Radzinski, waar de bal in eerste instantie eigenlijk naartoe had gemoeten. Nikijzen. Radzinski. De voorzet, Sonk, half naast de bal. Dit had hem nog kunnen zijn. In de op 1 na laatste minuut van de officiële speeltijd. Wesley Sonk had de 2-2 aan zijn linkervoet daar. We zijn een minuut ver in de toegevoegde tijd. Nikijzen nog eens met een vrije trap. Tweede paal. En dan van de lijn gehaald door Koulibaly. Die kopbal van El Ghabas. Ja, dan is hij daar toch nog twee keer bijna uit de lucht komen vallen. De gelijkmaker voor Lierse. Maar het mag niet zijn. Nog een halve minuut extra tijd te gaan. Kawashima zover als hij kon. Nikijzen. En dan El Ghabas, maakt hij hem? Nee, Jorgasevic. En Sonk. Sonk maakt zijn tweede. En zo krijgt Lierse dan toch nog waar het nu echt wel recht op had. Een gelijkspel en een eerste punt in deze competitie. Drie kansen in de slotminuten nog van deze wedstrijd en in de toegevoegde tijd. En dan is dat gelijkspel echt wel dik verdiend. Wesley Sonk maakt twee goals in zijn eerste wedstrijd voor Lierse. En of hij terug is en weer daar een grote fout in die verdediging van AA Gent. Dan kan Jorgasevic het nog even redden op die poging van El Ghabas. Maar Wesley Sonk staat toch wel weer waar hij moet staan, zeker. Lierse 2, Gent 2. Wesley Sonk doet weer mee. Het later gelijkspel werd...